We gaan weg van het voetbalgeweld. We gaan naar die prachtige ronde Vlaanderens mooiste, waar echt alles in zat. De Ronde van Vlaanderen was er weer eentje om nooit te vergeten. Onverwachte valpartijen. Veel strijd en een spannende finish. Na ruim 273 kilometer kwam de Sloveense Tadej Pogačar solo over de finish van Vlaanderens mooiste. Hij bleef onze eigen Mathieu van der Poel slechts 16 seconden voor. Pogačar won al 3 keer eerder in zijn carrière een wielermonument. En hij won natuurlijk 2 keer de Tour de France. En dat terwijl hij pas 24 jaar oud is. Wordt Tadej Pogačar de nieuwe Eddy Merckx? Ja, dat is een beetje de centrale vraag. Marijn, je hebt natuurlijk een topdag gehad gisteren. Jij was bij de Belg. Dat is een eer op zich dat je daar mag zitten. Omschrijf dat eens even. Ja, de Ronde van Vlaanderen is in België wat hier de Elfstedentocht is. En dat is dus echt wel de belangrijkste dag van het jaar. Mm-hmm. Alle Vlamingen zitten dan voor de televisie. Of althans, ik heb net de kijkcijfers gezien. Er zijn ongeveer 6,5 miljoen Vlamingen. Ja, kijk, daar zit ik dus, hè. En dat is dus als Nederlander, als je daar mag zitten... Ja. En daar analyse mag doen, dat is eigenlijk wel gewoon... Champions League. Er hebben gisteren 1,6 miljoen Vlamingen naar de Ronde van Vlaanderen gekeken. Op een bevolking van 6,5 miljoen is dat echt waanzinnig gigantisch. Veel. De hele dag tv. We begonnen om 9:15, we waren om 7:00 s'avonds klaar. En iedereen viert dat mee. We zitten met een studio daar aan de finish in Oudenaarde. En vooral aan het eind, we hadden Mathieu van der Poel in de studio... en we hadden Pogačar in de studio. Ja, dan staan al die fans dronken daar op die ramen zo te bonzen... en de studio af te breken ondertussen. Dus wat die mannen gezegd hebben, ik heb er niets van verstaan. Maar het was echt heerlijk om daar te zitten. Ik moest zo lachen, want ik zag Thijs Sonneveld... ook een wielerjournalist, zelf wielrenner geweest, of nog steeds een klein beetje. Die zegt, ik ben kapot. Ja, maar dat was alleen al door te kijken. Ja. Had jij dat gevoel ook? Ja, ik had dat gevoel ook. En ik was daar ook echt ook nog om het vrouwenwielrennen ook te analyseren. Dus de vrouwenronde van Vlaanderen. Dus ik was ook 2 wedstrijden tegelijk aan het volgen. En ik was vannacht om 1:00 thuis. Ik heb ook niet zoveel geslapen vannacht. En als ik dan denk aan gisteren, dan weet ik niet eens waar ik moet beginnen met wat er allemaal gebeurd is. Ja, nee, dat was mijn vraag. Ja. Wat een race. Waar moeten we beginnen? Ja, nou ja, wat dus eigenlijk bijna nooit gebeurt... is dat het helemaal in het begin al aan stukken lag. Mm-hmm. En dat Mathieu van der Poel daar achter de feiten aanreed. Dus op het moment dat iedereen nog een zondagswandelingetje aan het maken buiten was... gebeurde er al van alles. En dat is de hele koers zo doorgegaan. Met inderdaad vreselijke valpartijen. Maar ook allerlei momenten waarin we dingen rechtgezet moesten worden. En ja, zo'n wedstrijd, dat is echt 150 verhalen op zich. En ja, gisteren was wel echt extreem. We gaan er een paar uithalen. Vrijdag hebben we het aan tafel daar ook over gehad bij VI. Over wie gaat er winnen. Ik zei, Mathieu van der Poel heeft hem al 2 keer gewonnen. Maar eigenlijk kwam die uiteindelijk niet een stuk voor. Het was gewoon Pogačar. Ja, nou moet ik wel zeggen, Van der Poel die heeft het wel geprobeerd. Ja. Die heeft een poging gedaan om weg te rijden. Maar ze hebben dan in België ook, dat heet de E3 Harelbeke. Dat is een wedstrijd, wordt gezien als de kleine ronde van Vlaanderen. Eigenlijk dezelfde hellingen, maar 70 kilometer korter. En daarin zag je al precies wat er in deze wedstrijd zou kunnen gebeuren. Dus wij hopen natuurlijk op Mathieu van der Poel. In België hoopte iedereen op Wout van Aert. Tuurlijk, ja. Maar je kon daar al wel zien dat Pogačar echt de allersterkste was... op de zwaarste helling in die ronde. En dat is de Oude Quaremond. Ja. Dat was nu ook zo. Dat is een helling die is best wel steil. Er liggen kasseien waar normale wielertoeristen als ik op elke steen blijft haken. Mm-hmm. Hij reed erheen overheen alsof het de A1 was. Ook met die snelheid. Ja. Nou, niet te geloven. Maar daarom zet ik het ook een beetje zwart-wit aan. Hij komt niet een stuk voor natuurlijk, want hij is tweede geworden. Dus hij deed het hartstikke goed. Jij hebt ook zitten kijken, toch, Jack? En jij vindt die Belgentaal zo mooi. Nee, ik heb een hele bijzondere dag gehad. Ik ben ook een beetje gek op buiten gaan zitten. En ik heb dus tv gekeken op een klein scherm. Met een sigaar. Feyenoord, ja, zo'n grote sigaar. Die sigaar was groter dan het scherm. Feyenoord-Sparta, of Sparta-Feyenoord, waar ik geweldig van genoten. Maar ik heb naar de Belgen ook geluisterd gisteren. En dat is zo een poëzie. Dat is zo mooi. Dat is zo... En niets ten nadele van de commentatoren in Nederland. Maar het is gewoon een schilderij. En ik vind de Ronde van Vlaanderen met Vlaams commentaar echt onovertroffen. Een cartouche schieten. Wat is dat? Allee, ze zijn een cartouche aan het geschieten. Weet u het niet? Weet jij, Jan? Dat is een krachtinspanning leveren. Oké. Cartouche. Dat gebruiken ze vaak. En ze zijn de tenen moeten uitkuisen. Schoonmaken. Ja, alleen de teentjes moeten uitkuisen. Nee, tot een gaatje moeten gaan. Okay.
Nou, ik spijk jullie even bij. Nou, dat is geen enkel probleem. Ik zat vroeger in de mode en op een gegeven moment kwam op een stand in... Ik heb 40 jaar in de mode gezeten, ik kan het niet zien. Maar ik deed onder meer exclusief Frans modehuis in de tijd. En een verkochting in de Benelux. En op een gegeven moment kwam een Belgische cliënt... Een Belgische cliënt... Wordt dit een lang verhaal of niet? Nee. Wel als je er steeds tussendoor loopt. Een Belgische cliënt kwam naar me toe helemaal in paniek. Ja? Meneer Van Gelder, ik heb een nagel in mijn botten. Een spijker in een laars. Ja. Maar, goed maar verhaal. De mooiste Vlaamse wielerterm. Jij moet je ermee bemoeien. Nee, ik wil juist vragen. Ga jij nou eerst proberen door de commissie Maar dit zijn van die verhalen, had je bij moeten zijn. Ik wil juist vragen of je nog meer verhaal had. Nee, alstublieft. Nee. Nee. Maar mag ik de, want ik ben benieuwd of jullie die wel kennen. De mooiste Vlaamse wielerterm vind ik ribidibi. Ribidibi? Weet jullie wat dat betekent? Nee. Dat zeiden ze dus op het moment dat Pogacar iedereen loste. Die is ribidibi. Ja, dat is eigenlijk niet de demarrage zelf, maar dat je dan uiteindelijk wegrijdt. Oh, hij is weg. Ja. Hij is vertrokken. Ja. Ah, dat is een mooie. Maar het was toch wel mooi dat Pogacar nu gewoon... Want jij zei ook al, ja, van de poel of van aard. Het is juist mooi voor de sport toch ook dat een keer... Hij stond er ook wel bij, hoor, Pogacar. Jawel, maar het is toch mooi dat hij ook nu... Hij heeft natuurlijk al heel veel gewonnen. Maar het is wel mooi dat ik vond het prachtig dat zo'n ronde renner de Ronde van Vlaanderen wint. Ja, dat vind ik mooi. Kan je ons nog een keertje meenemen naar die valpartij? Want daar gebeurt natuurlijk ook het een en ander. Ja. Poolse jongen, ik denk dat jij zijn naam op papier hebt. Want dat, ja. Zo, wat daar gebeurt is iets wat eigenlijk gewoon niet mag in de wielersport. Je mag niet over de stoep rijden. Hij doet het toch, heel veel renners doen dat. Dit is in de aanloop naar de Oude Quaremond. Dat is die beklimming waar iedereen vooraan wil zitten. Dus het gaat hier 60 km per uur, keihard. Iedereen probeert nog naar voren te komen. En hij denkt, hé, ik ga lekker over het randje. Shit, gras, oh, ik kan niet meer uitwijken. En dan maait hij het hele peloton omver. Omdat hij denkt, ik prak hem er nog even voor. Wie weet lukt het. Ja. Heel vaak lukt dat en gaat het niet mis. Hier gaat het super mis. Hij maakt ook hele rare zwiepen in dat gras waar veel water in ligt. Oh, en uiteindelijk is hij uit koers gehaald, gedisqualificeerd. Maar dit vind ik wel een probleem bij het wielrennen. Dat zulke manoeuvres heel vaak gemaakt worden, gaat het net wel goed. Ja. En dan worden er geen consequenties aan. Mag hij vrijwillig daar terecht gekomen? Voor hetzelfde geld had hij een zwieper gekregen en werd hij dat gras ingedrongen. Nee, hij reed al een tijdje. Er was zo'n strookje naast de weg, of een fietspad. En dat ging uiteindelijk over in gras. Ja, dit is natuurlijk vreselijk als je zo'n plas terechtkomt. Hij heeft zich daarna ook wel, het is een jonge jongen nog, eigenlijk helemaal geen bekende renner. Hij is zich natuurlijk ook te pletten geschrokken. Hij heeft zich ook verexcuseerd, uitgebreid. Ergens vind ik het dan ook wel weer sneu. Maar dit zijn wel dingen, dit zijn gewoon hele grote inschattingsfouten. Dat mag gewoon niet. Wat is de regel dan? Moet hij zich normaal uit laten vieren en dan gewoon weer... Wat hij had moeten doen, was remmen. Maar goed, dan weet hij, ik zit achteraan op de Oude Quaremond. Hij wilde natuurlijk nog net ervoor, dus hup, ervoor prakken en dan hopen dat het lukt. Ja, dat lukte dus helemaal niet. En ik weet niet of dat ook nog te zien is, maar hij viel zelf dus niet. Hij bleef overeind. Hij keek wel achterop, wat gebeurt er? Zou ik doorrijden of niet? Ja. Dat is wel je reflex bij een valpartij, dat leer je ook doorrijden. Ja. Maar hij had volgens mij wel door, dit was wel ernstig. Want hij keek achterom, hij stopte ook half. Ja. Kijk, hij rijdt hier. Dit is zo zonde voor de wedstrijd. Want hier vallen een aantal jongens die gewoon heel belangrijk waren... ook voor het vervolg. Er zijn ook Van Aert. Van Aert is daar gevallen. Hij was gelukkig nog wel redelijk oké. Okay, maar bijvoorbeeld Tim Wellens, dat is een van de ploeggenoten van Pogacar... die viel daar, brak zijn sleutelbeen op twee plekken. Ja, dit zijn gewoon valpartijen die, die zijn te voorkomen... als iedereen een beetje normaal doet. Maar ook als de regels wat beter gehandhaafd worden. Over Van Aert gesproken, het is natuurlijk een Belg. Voor hem is er eigenlijk maar één groot doel. En dat is gewoon deze Ronde van Vlaanderen winnen. Hoe frustrerend is het ook voor die Belgen dat het niet lukt? Ja, ik denk dat ze gisteren wel heel eerlijk waren... in dat Pogacar echt de beste was... Maar heel België die heeft wel de hele week of eigenlijk al het hele jaar toegeleefd naar Van Aert gaat de Ronde van Vlaanderen winnen. En als ik ook zag in alle lijstjes, Belgen zetten Van Aert op één. Terwijl eigenlijk in de aanloop al wat duidelijk was dat in de versnellingen die in deze Ronde van Vlaanderen geplaatst worden, dat Mathieu van der Poel wat beter is. En ook dat Pogacar wat beter is. Dit was natuurlijk wel verdrietig voor de Vlamingen. Tegelijkertijd heeft Lotte Kopecky voor de tweede keer bij de vrouwen gewonnen. Ja. Finishte na de mannen, dus was toch wel een feestje. Maar ik denk dat dit voor Wout van Aert wel een hard gelach was. Maar het mooie is van de Belgische wielerliefhebber... ondanks het feit dat ze uiteraard chauvinistisch zijn... dat ze dit wel heel erg op waarde weten te schatten. Het was echt, maar dit is ook een hele eerlijke wedstrijd. De sterkste wint, dus daar kunnen ze dan wel mee omgaan. Maar die hele droom van onze held moet de Ronde van Vlaanderen winnen... Ja, het interview naar de hand met Van Aert, hij was er neergeslagen... maar voor mij lag er ook nog wel een laagje bovenop... alsof een soort van inzonk... Tegen deze mannen zal ik deze wedstrijd nooit kunnen winnen. Want die zijn eigenlijk gewoon intrinsiek beter dan ik. En misschien
win ik hem wel nooit. Maar Parijs-Roubaix is weer een volgende kans. Gelukkig. Pogacar doet dan niet mee. Nee. En dus wie gaat het worden? Ja, dat is dus wel een wedstrijd die Van Aert beter ligt. Ja. Het is iets vlakker. Van Aert is echt wel van de hele lange grote motor. En Mathieu van der Poel, dat zag je nu ook heel goed. Die kan juist heel goed die korte inspanningjes. Ik ben wel heel benieuwd, want het wordt weer een hele mooie tweestrijd, denk ik. En het is ook een wedstrijd waar geluk nog een iets grotere factor speelt. Ja, en het is droog, hè? Dus je krijgt die stoftoestanden en alles. Ja. Kijk jij Jan eigenlijk naar wielrennen? Nee. Ja, echt... Tour de France kijk ik wel als het aanstaat in die Pyreneeën en de Alpen. Dat vind ik altijd wel interessant. Ja. Maar ik kijk niet een hele wedstrijd. Nee, jij bent van de Formule 1. Daar komen we straks nog even op. We gaan eerst eens even lekker over stikstof praten. Oh, na uren van crisispraat vorige week heeft het kabinet...